Serkan, waar staan we dan? Staan we dan. Gefeliciteerd, hè? Haagse glorie, vriend. Ja, we zijn er. Wild West. Thanks. Je hebt weer een overwinning bij Glory. Wat ging er in je hoofd om toen je naar beneden kwam van die trap? Wat gaat er allemaal niet door je hoofd? Er gaan zoveel dingen, zoveel emoties. Maar het belangrijkste wat door mijn hoofd ging is dat ik zeker wist dat ik er klaar voor was. En dat ik er alles voor had gegeven. En dat het niet mis kon gaan vanavond. En zo gezegd, zo gedaan. Het is niet misgegaan. 2-0 in Glory. Want hoe was het om vanavond weer de ring in te stappen na lange tijd? Dit keer was het dus ook uitverkocht zo goed als hier in België? Ja, zeker. Uitverkocht. Je staat tegen de huidige nummer 1. Dat neemt natuurlijk druk met zich mee. En hij is niet voor niks de nummer 1. Dat heeft hij ook bewezen. Hij liep op een goede hoek. Hij stond op. En hij heeft gevochten als een leeuw. Helaas heeft hij verloren. En het voelt goed, man. Het voelt goed. Zeker. Ik zie je niet hijgen. Hoe voel je je? Ik voel me uitstekend. Ja, uitstekend. Ik zou zo nog een pot kunnen vechten. Ja, dat is goed om te horen. Hey, vanavond was het stadion vol van alle soorten fans, maar ook de fans uit Den Haag. Wauw man, de fans uit Den Haag, ik hoorde ze en ik voelde ze gewoon. Ze waren aanwezig en supporters om je heen, dat is geen leugen bro, ze zijn er. En ik weet dat de cloud vanaf nu alleen maar groter en groter wordt en ik ben blij dat ze er zijn. Ik wil ze natuurlijk bij deze ook bedanken voor de support. Super. Hey, en dan als we kijken naar de kampioen in jouw divisie, Donovan Wisse. Ja. Wat is het voor een vechter? Ik denk een beetje dezelfde stijl als Bayrak. Ook een drukkende vechter, combineert goed. Is de kampioen, ik ben de nieuwe nummer 1. Dus misschien zit er wel wat leuks aan te komen. Staan Glory ligt, denk ik dat er een titelpot aan zit te komen. En als ze willen dat ik tegen de nummer 10 of nummer 8 vecht, vecht ik ook tegen de nummer 8 of 10. Het is maar net wat Glory wil. Ik ben ready voor alles en iedereen. Dan afrondende vraag. Ga je het nog vieren vanavond in Den Haag? 100% man, we gaan lekker naar het plein. Zeker weten man, 070, we zijn er. Zet hem op man en bedankt. Dankjewel vriend, thanks.